Bakkie thee. Warm worden. Ik gloei helemaal. Dan heb ik meegenomen voorop de crackers. Goudkuipje. Ik ben niet van de crackers. Af en toe dan. Goedemorgen allemaal op deze. Nou ja, iets andere dag dan de andere dagen. De hele week hebben we al strak blauwe lucht. En het zit nu gewoon pot en pot en pot en pot dicht. Dus nou, ik ga het lekker mijn koffie doen, beestje eten. Even nog lekker naar WNL kijken, Chanel kijken en dan aan de slag. En ik kan me dus nu heel goed voorstellen dat vandaag de koudste dag is. Als de zon staat, dan zal de gevoelstemperatuur nog een stukje lager zijn dan gisteren en eergisteren. We gaan het meemaken. Want ja, ik wil natuurlijk vandaag net wel even voelen. Dus ga ik jullie gewoon meenemen. In ieder geval vandaag ook mijn haar verven. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag. En ik zie jullie gewoon later. Fijne dag allemaal. Niet normaal buiten. Inmiddels is het zonnetje wel een beetje aan het prikken. Maar het giert hier gewoon in huis. Zo hard doet het waaien. Net Chester zijn spoedplas was echt niet gezond zo koud als dat het is. Zo koud als dat het aanvoelt. Dus we maken ons dadelijk op natuurlijk... Voor een langere wandeling. Ik ben bijna klaar met de eerste vlog. Nu kan zo de render in. Ga ik lekker douchen aankleden. Ik ben bakkie nummer 3 aan het zetten. Dus ik doe gewoon lekker rustig aan. Want we hoeven nergens heen, behalve naar buiten met die hond. Verschrikkelijk. Oh, ik zie er echt tegen op om naar buiten te gaan. Ik zat te editen en dan heb ik je headset op en ik heb echt ziet. Wat hoor ik? Ik denk het giert gewoon. Niet normaal meer. Maar ja, we gaan het meemaken vandaag. Keep you posted. Zo, haartjes in de verf. 20 minuutjes intrekken. En de rest. Daarna feunen. Ik ga het maar niet aan de lucht laten drogen, want dan ga ik lekker daarna met Chester naar buiten. Dus dan gaat het maar even drogen. Ik heb geen zin om met bevroren haar meer te komen. Zo, haartjes weer geverfd, opgemaakt, lekker gedoucht, lekker in bad gezeten, heerlijk. Oh, voetjes weer gedaan, teennageltjes weer gedaan. Die moeten nog geveld worden, maar die laat ik altijd eventjes een beetje bijkomen. Een beetje zuurstof erbij als mijn nagel eraf is. Dus dat gaan we vanavond doen, of anders morgen. Dat is nog wel even veilen. En het is nu tijd om met Chester naar buiten te gaan. Het is koud. Ik stond op zolder en daar staat het raam open. Daar word je niet blij. Dus ik ga mijn jas aan doen, mijn sjaal. Mijn muts. En dan gaan we naar buiten. We gaan het meemaken. Let's go! Dus we zijn er weer klaar voor. Alles weggestopt. Handschoenen. En gaan. Dan kan weer niet wachten. Deze kant. Dat is enthousiast. Het is koud, het doet hard waaien. Ik weet niet koud van gisteren. Dat zei ik gisteren al. Volgens mij was dinsdag gewoon de koudste dag. Het doet zo'n pijn in je traanvocht in je ogen, die wind. Oh, maar eens kunnen gaan sneeuwen. En volgens mij zie ik dat ze aan het schaatsen zijn. Even snel spieken, ik ga niet de dijk op, maar gewoon even kijken of ze inderdaad aan het schaatsen zijn. Ik hoop dat jongen heeft het ook uit vet. Niet vandaag. Ga maar, het gaat om mijn kop. Oh. Het stormt hier gewoon. Ik neem mijn oor terug over wat gisteren kouden was dan vandaag. Goeie genade. Er wordt hier nog niet geschaatst. Kom, we gaan terug. Ik ga niet verder dan dit. Het weer zat. Lekker naar binnen. Heb alles gedaan. Dat is niet normaal. We kunnen wel een waarschuwing uit doen voor je traanvocht. Man, wat doet dat pijn op je ogen. Goeie gedaan. Oh. Die hand deed pijn. En hier in het... In het pad, nou logisch natuurlijk. En dan net als je dat pad uitkomt, ging het nog wel. Toen liep ik richting dijk, gewoon steeds meer in die wind. Zo dan. Bakkie thee. Warm worden. Ik gloei helemaal.
vandaag voor? Losbes. Bakery is weer schoon. Ik ga lekker genieten van een bakje thee. En ik zie jullie straks. Het is weer thuis, denk ik. Dan denk ik een paar boodschapjes halen. The question of the day. Broccoli. De aardappels. Dan moeten aardappels gehaald worden. En ik ga ze even in de vriezer spitten voor een stukje vlees. Dus keep you posted. Zo, Willem ook weer thuis. Helemaal afgedraaid. Ja, die werd vannacht weer uit zijn bed gebeld. Dus voor iets dat weer niet van hem was. Een storing van hè? Waar ze nooit op mee doen? Nee, ik begrijp niet dat ze naar jou gaan bellen. Ja, en de dienst in de storing is meteen van de veiliging. Ja, voor beveiliging. Moet je toch afproberen? Alleen deze jongen trapt daar niet. Kan je lekker doorwarmen? Ik ging naar buiten. Ik denk, nou, het valt wel mee vandaag. Alsof je een mes in je gezicht krijgt. Ik hier eruit, heel wat paaien. Toen deed dat al gier hier. Ja. Ik loop op dat pad. Ik doe het wel eigenlijk mee, maar loop ik hierheen met beschut. Dus ik ga de hoek om en ik loop zeg maar richting daar. Dus ik denk, nou, valt ook wel mee. Dus ik zeg wel tegen de camera van tegen mensen van. Nou, ik vond gisteren eigenlijk kouder. Zo, en ik loop op dat stukje richting dijk. Zo, ik had echt niet helemaal mijn ogen bevroren. Ja. Echt niet. Mes in je gezicht krijgen. Ja. Snijdende wind. Echt dit. Ik denk, ik moet de camera heel snel wegleggen, want ligt daar te rond. Ik kan het gewoon niet vasthouden. Ik dacht eigenlijk dat mensen naar schaatsen, maar er waren mensen die op die berg liepen. Ik ja, ga kijken. Als ze aan het schaatsen zijn, dan krijg ik niet te drie. Dus dan ga ik morgen naar huis. Maar het is echt niet gezond. Dus wij gaan gezellig de dag meeflitsen. En er komt hier weer een sneeuwlucht aan. Zo, bekend plekje in de garage. Even boodschap halen. Question of the day zou broccoli zijn, maar het is afgekeurd door de grote baas. Die wil pizza eten. Nou, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Dus ik ga even pizza halen en andere dingen. En dat ga ik nu natuurlijk thuis laten zien. Trouwens, 7 uur uitgestorven hier. Helemaal niet vervelend. Shopvlog opkomen. Ik zie jullie zo meteen thuis. Question of the day is veranderd. We eten geen pizza's. Ik heb in de winkel Willem even gebeld, want zwarmavlees is in aanbieding. En dat vinden we ook allemaal hartstikke lekker. Dus we gaan voor broodjes zwarmen. Ik ga het karretje wegbrengen. En ik zie jullie straks. Even haar vastmaken. Het is niet zo erg dat je alles van vlies hebt. Een sjaal van vlies en je handschoenen van vlies. En die muts is van vlies. Die haak ik dan nu niet op, maar... Alles is statisch sowieso en mijn haar is ook super statisch. Dus... Maar eventjes in een staart. Wat hebben wij gehaald? Een grote zak kruimige aardappels, mini frietjes vanmorgen, gewone knoflooksaus en pittige knoflooksaus. Deze zag ik liggen, ik ken ze niet, waren 48 cent. Ik denk neem ze eens mee om te proberen. Fjord, crackers, ik hou wel van wazakrackers, dus groot slambroodjes. Swarma vlees, daar is ook de knoflook voor. IJsbergsla. Voor morgen alvast voor de vetpot en zelfs nog. Koketten, Carrero's, bamiappen. Dan heb ik meegenomen voor op de crackers goudkuipje, koffiemelk, gewone koffie, dus extra strong koffiepads voor in de NCO. Sorry, dat zie je. Bluebent, een stuk jonge kaas, 4 flessen Cola Light, een grote zak Purina One voor de katten, senior brokken, een zak hondenvoer adult met lam
En het lekkerste van alles. Doet me heel erg aan mijn oma denken. Daar kreeg ik het vroeger altijd. Willem vindt het ook heerlijk. Gazeuze. Champagnepils. Waar in aanbieding 3 flessen voor €1. Dus ik denk, ik neem er gelijk 6 mee. Want Willem die kelt zo'n fles achter elkaar naar binnen. Nou, dat was het. Ik wilde eigenlijk een aparte shoplog op gaan nemen. Maar ik denk, nee, dat is eigenlijk niet genoeg. Ik ga het opruimen. En dan ga ik het zwanenvlees opzetten. Ik zie je straks. Het vlees en het vlees. Dank u. Het is natuurlijk vooral helemaal. Het komt wel graag een beetje naar einde avond. Vergeet het. Een standaardje hebben dat je ze zo... Eigenlijk wel weer. Zo moet je handen verbranden. We beginnen met de knoflook. We hebben het weer over elkaar, hè? Dat is niet te verstaan, dan, Willem. Altijd weer morsen. Zou ik ook zeggen, Chester. Hou jij je lekker buiten, ja, Zwarting? Ik maak het! En we eindigen het komt ook. De laatste kerstservetten. Maar die gaan nog wel mee. Ik zou zeggen... Bon appétit! Beker melk staat op de tafel. Heerlijk! Als ik hier een hap van neem, dan druipt de knoflook eruit. Maar zo vind ik dat je een broodje zwanger moet eten. Zo, hier nog even afsluiten van de vlog. De zwanger was heerlijk. Heerlijk, ik heb maar één broodje op. Willem heeft er 3 op. Nou, dat was altijd als ik nog niet zoveel knoflook zou hebben gegeten. Dat ik dan de hele avond echt dorst heb. Dus ik ben heerlijk aan de champagnepils begonnen. Zalig. Nou, ik kom net terug van de 100 laten. Het is echt heel koud. Het doet nog steeds heel erg hard waaien. Ik ben benieuwd hoe het morgen zal zijn. Willem werd vanavond nog weggeroepen voor een storing. Die moest naar Rotterdam toe. Maar die was gelukkig weer redelijk snel terug. Nou, die viel hier op de bank slaap. Dus die is er ook eigenlijk best wel vroeg naar boven gaan voor zijn doen. Ik heb nog even een videootje zitten editen. En het is voor mij nu ook tijd om naar een mandje te gaan. Dus bij deze zeg ik een fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet en tot vlogs.